dat soort zaken, dat er verschillende godsdiensten worden gedoseerd, dat je islamles kunt volgen, je kunt kiezen, vrije keuze tussen, ja, wat is het, moraal, je kunt kiezen voor katholieke godsdienst. Dat zou ik zien, maar welk beeld krijgt de gemiddelde niet-moslim als je spreekt van de islamitische school? Ja, dat is een school waar ze fundamentalisten gaan vliegen. Hallo, we zitten hier wel in België, in Vlaanderen, waar er nog altijd politie is, hè, controle is, justitie is, en noem maar op. Je kunt niet zomaar ergens een school gaan oprichten zonder dat daar is controle op, toch? Welke angst hebben wij dan als persoon? Waar ik wel een beetje mee zit, als ik, ik heb nu kinderen. Er zijn twee scholen, drie scholen, een gemeenschapsschool, een katholieke school en een islamitische school bij ons in de gemeente. Stel, hè? Voor welke school ga ik dan kiezen? Als ik het meeste inzet met mijn kinderen, voor welke school ga ik dan kiezen? De kwalitatieve school. De kwalitatieve school. Of dat dan nu, als je correct bent, want er zijn moslims die daar een fout in maken, hè, die hun kind naar een gemeenschapsschool sturen, niet dat gemeenschapsscholen slecht zijn, maar dus in gemeenten waar het voor de katholieke scholen beter zijn, dat hangt van de gemeente tot gemeente af, gewoon omdat daar islamles gegeven wordt. Totaal verkeerde motivatie. Want door dat één uurtje islam gaan ze nooit. Je gaat je niet in één keer het licht zien. Tegen ons bezig. Het wordt tegen ons bezig geworden. Dat is één. En je wordt er niet beter van in de toekomst. Dus als jij dat onderzoekt, eerlijk, en dat is wat het wel gebeurt. Dat is wat er gebeurt in de Verenigde Staten. We hebben hier een uitwisseling gehad met intellectuelen uit de Verenigde Staten. Er waren professoren bij, juristen, dokters, er was een imam bij en zo. Maar georganiseerd dus door de Amerikaanse ambassade en een samenwerking met de provincie Limburg. En dat was eigenlijk een uitwisseling tussen Belgische moslims, of Vlaamse moslims en Amerikaanse moslims. Die konden dat dus niet begrijpen dat er geen islamitische scholen waren. Die zeggen, maar dat kan toch niet? Je bent toch een vrij land? Waarom kan dat? Hoe kan dat niet? Dat kan toch niet? He? Hij zegt, wij hebben in Amerika hebben een labeling. Dus je kunt alle scholen oprichten, je kunt de school oprichten zoveel als je wilt. Maar je krijgt een label, dus dan komt een inspectie en je krijgt dus echt een label. He? Label blue, label green, wat was het allemaal? Hij zegt, er zijn islamitische scholen in Californië, waar hij dan zelf gezeten had. Waar dus de elite, niet-moslims, naartoe gaan. Een privéschool, dat is een islamitische school, maar met het hoogste label in Californië. Waarom? Omdat die kwalitatief hoog is. He? Dat betekent niet dat een islamitische school... Dus kwalitatief, die heeft dus inspectie gehad, en in Californië ze zijn kwalitatief hoog. En dan zit dus de elite van Californië, zit daar dus op de islamitische school. En ik zou dat doen voor mijn kinderen. De meest kwalitatieve school kiezen. En ik hoop, maar ik zou dat ook heel dom vinden, als de niet-moslim dat niet zou doen. Alleen, dan zit je toch niet in met je kinderen. Als ik een school zou oprichten en die zou kwalitatief picobello in orde zijn, en de mensen kiezen daar niet voor, dat is wel heel dom dan. Hè? Dus als je dat alles voor doet om kwalitatief heel hoog te staan en je kiest daar niet voor. Dus, ik denk dat we in onze maatschappij we moeten afstappen van moslim, niet-moslim dingen, kwaliteit. Dat is waar het voor gaat. Of dat nu op de werkvloer is dat nu op de schoolbanken, is dat wat betreft, als er een slager is, en dat is een moslimslager, dat is een halalslager, en die heeft kwalitatief hoogstaand vlees, en heel goed vlees, waarom zou ik dan gaan naar een niet-islamitische slager die minder goed vlees heeft? Dat is toch absurd, hè? Ja, ik had er eigenlijk een voorbeeldje van gegeven. Ik weet niet of jullie de Serbo-collega kennen, van de Kerkhoff-Langkade. Dus ja, veel mensen denken dat er Turks wordt gesproken, omdat het een Turkse soort school is. Maar in tegendeel, ze hameren er de Nederlands te spreken. En bovendien scoren ze ook hoog op wedstrijden, zo'n wiskundewedstrijd, waaraan scholen die alleen met. Dus dat is eigenlijk een teken van dat het toch. Kwaliteitsvolle school is. Maar allee, er is nu een negatieve perceptie eenmaal over die scholen. Maar ik vraag me nu af of dat niet aan ons is of aan de tegenpartij om die negatieve perceptie om te buigen en
ja, een meer correcte perceptie. Ik moet eerlijk zeggen, hè, ik zie dat niet als wij en zij. Weet je, je kunt wij en zij, wie is wij en wie is zij? Ik kan een mening hebben, jij ook moslim bent, als ik je zo, ja, je kunt een bepaalde mening hebben. Iedereen heeft zijn eigen karakter ook. Ja, iedereen heeft zijn eigen karakter. Je kunt moeilijk spreken van wij en zij. Ik denk dat je kunt niet. Dus, Cherry. Moet je op alles gaan reageren, als wij en zij, dan ga je dat nog eens benadrukken. Ja, ook wij, zij, dat, ik wil daarvan afstappen eigenlijk. Ik wil met u in contact komen, met u in interactie. Als je een ambetanteling bent, dan wil ik geen contact met u hebben. Ik wil met Cherry in contact komen, ik wil met... ik ken jullie al na, ik wil met iedereen in contact komen. En daar is het ik en hij, of ik en zij, of, snap je? Dus die perceptie veranderen, dat is een heel belangrijk, dus daar werkt de VOOP ook aan. Ik denk wel dat wij als moslim, individueel, eigenlijk persoonlijk, een islamitische verplichting hebben om, gelijk dat ik zeg, goed te presteren, netjes te zijn, beleefd te zijn, geen vandalisme te doen. En als er dan, je kunt dat niet tegenhouden, hè. Morgen is, straks zit je misschien op het nieuws dat er misschien toch ergens een moslim een buskotje af kapot slaat of zo. En die dat doet omdat hij 16 jaar is. Maar die doet dat niet omdat hij moslim is, die doet dat omdat hij 13, 14 jaar is. En misschien als we die jongen een kans geven, dan is hij 18 jaar, dan denk je, ja, wat kon ik toch zo gek zijn toen ik zo jong was. Hè? Of, als hij op zijn 20ste is en zo, dan, ik heb er al veel zo gezien, veel verschillende voorbeelden. Die dan, ja, ambetanteriken zijn en vandalen zijn als ze, als ze jong zijn en stout zijn. En dan worden ze ouder en ze trouwen en ze gaan werken en zijn ze gewoon een van de zoveel. Hè. Dus, ik wil een beetje afstappen van dat wij zijn gevoel. Wij moslims moeten dat al vooral doen, hè, want anders krijgen we altijd die last blijven meedragen. Dat is iets. Ik denk dat wel, vanuit het individu kijken is wel leuk natuurlijk, maar toch als je zich zou organiseren. En misschien een slecht voorbeeld, maar de Joodse gemeenschap bijvoorbeeld, die een lang georganiseerd, die een België van een land werkt, die heeft daar een beetje gesloten muren. Die hebben daar wel scholen, dus die daar natuurlijk lang aan gewerkt hebben om die kwalitatief te krijgen. Die trouwens toch niet. Niet kwalitatief, die scholen. Er zijn er wel bij. Hoor. Nee, er is misschien eentje op zo'n baan, en die zijn niet kwalitatief. Ze zijn trouwens ook extremistisch vrij, maar... Ja, dat is niet kwalitatief, want er is een reportage daarover geweest. Ja, kijk, er is inderdaad een fout die we ons wil opwijzen, is dat er dus een vergelijking wordt gemaakt tussen andere overtuigingen. Hè. Ik wil niet spreken over de Joden of over de christenen, dat maken we dus iedereen doet wat hij wil. Maar wij vanuit onze ideologie als moslims, als wij spreken van een islamitische ideologie, dat betekent dat van vrijheid voor iedereen. En gelukkig hebben wij die kans hier in dingen, want dat heb je soms niet in sommige landen. Hè. Wij mogen dat nu wel zeggen, en er zijn heel veel mensen die zullen zeggen, ja, hou op hè, met die zeven, dat is niet waar. Moslims zijn wel dictators en gesloten en noem maar op. Maar dat is niet de islamitische ideologie. En wij hebben hier de kans in Vlaanderen om dat te tonen. Dan moeten we dat ook doen. Dan moeten we dat ook doen. Ons open gedragen. Dan moeten we ons ook open gedragen. Er zijn landen waar dat niet kan. Ik heb even iets willen opmerken. Een antwoord van meneer over de Joodse gemeenschap. Je moet de interne samenhang bij de Joden echt niet overdrijven. Want die zitten ook met interne culturele breuken. Hè. De Joodse gemeenschap in Antwerpen is één ding, en die in Brussel, dat is iets heel anders. Een andere cultuur, een andere gemeenschapszin. Ik ben het toch ergens ook eens met Sherry, dat er moet ergens een soort structuur zijn. Hè? En wat ik belangrijk vind, ik spreek er ook over, dat er een soort theologenraad is, en die is nu opgericht hier in België, dus wel in de kinderschool, maar dat er een theologenraad is. Aan de ene kant heb je de moslim-executief, dat is een administratieve, die hebben een administratieve taak. Organisatorisch, dossiertjes en verkenningen en dingen, noem maar op.
administratie, maar je hebt de theologen, dat is ook heel belangrijk. En omdat, waarom? Omdat er altijd een evolutie is in de maatschappij. Stel nu dat er morgen klonen bijvoorbeeld heel populair wordt, ja, dan moet er ergens, klonen staat ergens in de Koran, dat kan of niet kan. Hè? Er zijn wel referenties waar je kunt een vergelijking maken. Hè? Daar gaan we niet over uitweiden, maar dat is een vergelijking. Maar dat moeten wetenschappers doen. Theologen zijn wetenschappers. Er zijn mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Dat ben ik niet. Er zijn mensen die theologie gestudeerd hebben en daarover studies hebben gedaan, een onderzoek, een wetenschappelijk onderzoek, en die tot een bepaalde uitspraak kunnen komen. Dus niet dat iedereen denkt van ja, dat is gelijk over de naaktheid, discussie bij dokters of zo, dat iedereen begint zijn eigen wetten te stellen, maar dat er een theologische raad is die kan zeggen, maar kijk, zo staat het, mensen die daarvoor gestudeerd hebben, bedoel ik daarmee, die kunnen zeggen, ja meneer, zo is het eigenlijk in de islam. Dat is het standpunt dat wij volgen. Dat vind ik wel belangrijk als groep. En die kunnen er eventueel ook bij belangrijke evenementen tussenkomen, belangrijke gebeurtenissen in de wereld. Lijkt bijvoorbeeld met het overlijden van de paus, hebben we ook op de zevende dag openlijk onze medeleven betuigd aan de katholieke geloofsgemeenschap. Dat zijn zaken waar dat moet kunnen. Is er een pauze voorzien? Of niks? Ik weet niet of iedereen. Ik heb nog ongeveer een half uur dat ik kan opnemen, dus anders ronden we hier af, want het heeft hier helemaal later van. Ja, of zijn er nog vragen? Als er nog vragen zijn, ik zou zeggen. Ja, ik heb nog een vraag. De vereniging van, u heet de NSV, wat hij ook kent. Het Journalistische Studentenvereniging. Dus ja. We staan sinds midden jaren 70 en dat is zo. De nationalistische vereniging is een beetje overal alle soorten mensen heeft opgenomen. Zijn VA's en zijn Vlaams Belangers. Binnen het nationalisme heb je ook dingen die je nooit te horen krijgt. Bepaalde groeperingen, daarvoor heb ik niets meer te doen. Dus. Ja. Afhankelijk van de afdeling krijg je weer andere dingen te horen. Dus. Het was niet mogelijk geweest in Antwerpen bijvoorbeeld. Zo gezegd. Ja. Ja. Dus ja, zo vragen zijn er? Oké, dat wel interessant was. Misschien wel een nog eens aan, ik ben niet dus om een beetje naar het te komen. Maar ik ook hier, ik hoop dat je Frans een beetje kent. Oké, en hier is een boek van Alain Sorel. Dat geven wij aan iedereen in het semester. Alain Sorel is een Franse schrijver, socioloog, die toch al heel wat ook al heeft gezegd over. De islam in de wereld en dergelijke, ook al is de katholieken. En Frankrijk zelf is dat boek zonder enige media-aandacht onderheen gekomen op Amazon Frankrijk. Dus ik hoop dat uw mening, net zoals hem, zo onverwacht toch een hoog in de school valt. Dank u wel. Dank u voor de uitnodiging.